Deze nieuwsuitzending is ter ere van Alan Watt. En dat spel je A-L-A-N van Nico. Dan W, dan A, dan T, T van Theodor. Het is een maateenheid, een SI-eenheid. Het betekent joule per seconde. Je hebt lampen van 60 watt, lampen van 100 watt. En hier gaat het over Alan Watt. Alan Watt is geboren in Albion, dat eiland. Als je vanuit Scheveningen een roeiboot pakt, je wil naar Amerika, moet je oppassen dat je niet tegen Albion aanbotst. Dat eiland. De eilandengroep. Ierland hoort er ook bij. En boven Schotland heb je nog eilanden. En daaronder heb je Guernsey en Jersey of zo. Kanaaleilanden. Ah, je weet het wel. Daar is Alan Watt opgegroeid. In het noorden. Alan Watt was 8 jaar toen hij in de gaten kreeg dat de prijzen in de supermarkten die fluctueerden. Alan Watt heeft ook zo'n mooie anekdote dat in die dagen had je wat wij zouden noemen arbeiderswijken. En de achterdeuren die stonden allemaal open. Iedereen mocht overal vanaf de achterkant naar binnen. De mensen hadden de voordeur in het slot. Dat is in het woningbouwontwerp opgenomen. Maar de achterdeuren staan allemaal open. Dus dan kwam hij binnen als jongetje. En als hij dan ruzie hoorde, dan was dat een ruzie tussen een vader en een moeder over het betalen van de huur. Dus Alan Watt is op 8-jarige leeftijd behoorlijk tot inzicht gekomen. Hij is geen bijbelgelovende christen. Daar heb ik hem niet op betrapt en dat hoef ik ook helemaal niet te weten. En voor de rest spreekt hij de waarheid over de geschiedenis. Dus ben jij een ouder en heb je een kind, elke dag 1 uur Alan Watt. Koop van die oortjes. Hier heb je zo'n winkel en die heet de Media Markt. Maar je hebt ook de Kijkshop of whatever. Dan koop je oortjes voor je kind. En een smartphone heb je toch wel. Nou, een uitzending, zoveel. Bij Alan Watt kan je beginnen in 2005. Zo. Duizenden uren. En je kind van die oortjes in. Het beginliedje is. Hij heeft een. Ik weet niet hoe hij dat gedaan heeft. Het lijkt mij bijna schending van kopierecht. Hij gebruikt het nummer van Jerry Rafferty. Van de band. Weet ik ook weer. Weet die band ook alweer? Jerry Rafferty. Steeler's Wheel, dat was het. Steeler's Wheel. En dat nummer is Baker Street. Geweldige compositie. Erg mooi uitgevoerd. Luister maar naar de teksten.
I'm gonna... Ja, ik stop met suipen. En met one night stands. Dus naar bed gaan met vrouwen die je niet kent. Dus ik stop met suipen en buitenechtelijke seks. En ik trek mij terug naar een dorp. Kalmte dorp. En daar koop ik mij wat land. Zo begint Alan Walter met die muziek. En hij eindigt ook met dat liedje. Er zit een hele mooie saxofoon solo in. Ik was niet verbaasd dat Alan Watt dat nummer had uitgekozen als thema. I'm gonna settle down in a quiet little town and forget about everything. Poëzie, man. Alan Watt kent dat dus ook. Dat betekent dat Alan Watt een gevoelig persoon is. Net zo gevoelig als ik. En ik behoor tot de gevoeligen. Dat kan ik je wel vertellen. Ik ben omringd met complete idioten. En dat vind ik helemaal niet zo erg. Vroeger was ik... zou je kunnen zeggen, satanistisch. Dus ik vond dat je met iedereen om moest gaan. Dus, ik weet niet of jullie dit weten, maar... laat ik even bij het begin beginnen. We pakken de Bijbel als eerste. Daarin wordt gesproken over Satan. Dus het enige boek wat spreekt over Satan is de Bijbel. Heb je daarna nog wel die Bijbel gekregen van Anton LaVey, de satanistische Bijbel, en dan draaien ze alles binnenste buiten. Wat die jokers vergeten, is dat de Bijbel het eerste boek was. Ja. Wij moeten beginnen met lachen. Stel ik je stomboos. Ja. Maar goed, Satan, daar gaat het om. Wat staat er nou in de satanistische Bijbel? Dat vrijmetselarij, katholicisme, communisme, fascisme, concentratiekampen. Nou, je kent het wel. Hè? NSA, FBI. En als er wat gebeurt, dan weten ze nooit wat. Dus met die aanslagen van 7-7 in 2005. En dat is 7-7-7. Even meerekenen. 2 plus 5 is 7. Dus 7 juli 7-7-7. Ja, geen enkele camerabeelden. Nee, natuurlijk niet. En dan zit half gelovend wereldbevolkingsdeel ademloos te staren naar drie MP. Ja, wat zijn het dan? J-pechjes. Dat is gewoon drie J-pechjes. Dan zie je drie J-pechjes. En dan gaan mensen ook nog inzoomen. En dan zien ze dat er een been achter een tralie staat. Van hé, deze J-pech die klopt niet. Nee, inderdaad niet. Wat, we hebben toch beveiligingscamera's? Wat is dat nou? Dus die jongens van 7 juli 2005. Ja, die zijn toch gespot of niet? Daar heb je de banden toch van? Hoe lang? Ik heb een vriend. Ik ga bijna stotteren. Mijn vriend Lars. Hij had ook mijn vriend Unix kunnen heten. Hij kan namelijk... Hij kan analoog ook. Hij weet precies. Hij kan solderen. En hij heeft hier een laboratorium, totally secreto. Nou, die kan ik zo vragen. Van, we gaan schuiven. En wat denk je?
Dan krijg je een camera, helemaal ingepakt in rubber. Dan kan het regenen wat de zon weegt. Dat maakt helemaal niet uit. En die monteer je ergens. En hoe groot is zo'n ding? Ja, zo klein mogelijk natuurlijk. Want dat kost alleen maar geld. Je moet een gevoelige... Dat is een CMOS of zo. Moet je erachter hebben. Als even kijken op internet. Die Chinezen... De Chinezen kunnen niet alleen maar heel erg veel kezen opdat er zoveel Chinezen mogen wezen. Maar ze zijn ook rete slim. Die maken kwaliteit hoor. Hey, mijn vriend Lars, dus wat kost dat? Als we hier Arnhem willen even in de gaten houden. €500 per camera, installatiekosten. En dan natuurlijk geldbeuren. Hè? Iedereen mag meekijken. Laten we eerlijk zijn. Hè? Dus overal in Arnhem allemaal camera's ophangen. En dan kan jij lekker. Want je bent lid van px-arnhem.nl. En dan mag je lekker meekijken. Dan weet je of er wat te doen is. Op de Korenmarkt. Als de Korenmarkt helemaal vol zit met allemaal lekkere wijven. Dan denk jij van kom. Ik ga mijn jas aantrekken. En mijn hond uitlaten. Zogenaamd. Dat is toch mooi. Iedereen mag alles zien. Wat we nu hebben is dat het zien van iedereen... dat is dan voorbehouden aan de overheid. En die mag alles zien. En wij krijgen niks te zien. Ja, 3 beeldjes van de aanslagen of van 7-7-7. 3 JPEGs. En die kloppen niet eens. Daar is mee gevoeteld. Wat er gebeurd is. Maar die camera was niet echt... niet de kwaliteit die mijn vriend Lars zou leveren. Voor €500 per installatie. Ja, het is een mooie boel. Ik doe dit in... dat jullie naar Alan Watt gaan luisteren. Dat je weet waar ik het over heb. Want ik ga niet zo ingewikkeld lopen doen... zoals hij over het Koninklijk Instituut... van de Internationale Betrekkingen. Of het Concilie van de Buitenlandse Relaties. Nee, dat doet hij wel. Ja. Ik heb het gewoon een beetje over de realiteit. Niet zeuren. Dan maak het uit. Dat is echt zo hoor. Ook even terug naar het satanisme. Hè? Er is dus niks aan de hand. Wat die satanisten zeggen dat het verschil is tussen Christus Jezus. De door hun zo gehaten. En hully geloof. Is dat hun leider, even op het Amsterdamse, hun leider, Satan dus, die houdt van iedereen. En Christus Jezus niet. Laat deze even op je inzinken. Ik spreek de waarheid. Ga het maar controleren. Dit wordt gezegd. En daar hebben ze een gelijk in terecht. In de Bijbel staat... De Bijbel is het enige boek waarin gesproken wordt over Christus. Akkoord? Ja. Want de hele tijd lopen mensen hier op het terras en totaal doorbeschoffen. En lopen ze, Jezus dit en Jezus dat. Ja, maar dat komt uit de Bijbel. Heb een beetje respect voor de oorsprong van de rivier. Dan moet je niet meer lopen fucken. Ja, ik zeg het maar even een beetje kwaadaardig. Dat je er goed op voorbereid bent. Want nu ga ik in de Bijbel.
En in de Bijbel heeft Christus ontmoetingen gehad, zelfs met Satan. En tegen al die entiteiten heeft hij gezegd, je kan mijn rug op. Dat Christus Jezus maakte onderscheid in de personen waar hij mee omging. Er staat een verhaal in het Nieuwe Testament dat een volgeling van Christus Jezus vroeg om een dag later te gaan vertrekken naar bla 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 bla. Want Christus Jezus wilde verder. Want hier zijn we klaar. En ik heb te vertellen aan mensen die nog iets kunnen leren. En hier heb ik voldoende geleerd. Dus ik wil nu naar het volgende dorp. En toen zei een volgeling tegen hem, kunnen we niet een dag later vertrekken? Want mijn vader is overleden en de begrafenis is vandaag of morgen. Toen heeft Christus Jezus gezegd, fuck you. Als je zo denkt, hoezo wil ik dan dat je meeloopt naar het volgende dorp? Blijf lekker hier. Het zijn de doden die de doden herdenken. Strak, hè, Christus. Een goede gozer, man. Daarom wordt hij ook genoemd de Zoon van God. Dat is perfect. Want tegenwoordig doet iedereen een dode herdenking. Elke 4 mei dan gaan ze 2 minuten lang stil zijn om de doden te herdenken. Dat is antichristelijk. Zijn een stelletje homo's. Allemaal castreren. Of steriliseren, maakt niet uit. We houden die mensen van, want dat valt me ook op aan die dode herdenkers. Die lopen de hele tijd naar het allopathische ziekenhuis. En dan worden ze weer bestraald met kobalt 64. Ja, halleluja, prijs de Heer. Ik vraag me wel af waarom God die mensen zo langzaam slacht. Dit was een goede grap, hè? Kobalt 64. Dat is radioactief, homo. Ja, maar het werkt heel goed tegen mijn prostaatkanker. Ja, ja. En er is, nu we dat toch over hebben, lekker gezellig doorleuteren toch? We maken het uit. Wat ik weet van prostaatkanker. Wauwie. Kijk, ik heb de landbouwhogeschool gedaan en ik was een ster in statistiek. Erg goed in. Ik heb zelfs nog extra vakken gedaan. Dan moet je bij de PUDEL, zo heette dat, de administratie. En ik zei, ja, ik wil me inschrijven voor dit en voor dat en voor dat. En dat die vrouw zei, ja, maar je bent al klaar met je kandidaats B. Waarop ik tegen haar zei, ja, ik wil me graag inschrijven voor dit en dat en dat. Ja, daar had ik zin in. Ja, wat moet je anders doen in je zomer? Wat? Bootje varen op de Rijn? Wil je kijken naar meisjes in bikinis? Dus ik lekker die vakken doen. Ja, dus ik kan erg goed. Ja, ik ben er een ster in. Punt. Ik heb bij de KEMA, dat is nu opgeheven, denk ik. Ja, dat is opgeheven. Keuring elektrische materialen en apparaten. Daar heb ik stage gedaan. Geweldige tijd gehad. Ja, ik kan statistiek. Ik weet hoe het werkt. Bij de Koninklijke Haskoning. Daar heb ik nog een factuur voor gestuurd. Dat was alleen maar een document.
aan de Koninklijke Haskoning, BV, dat ingenieursbureau. Loek het even up op internet. Dat is echt een hele vette club. Die mensen verdienen daar 15.000 in een maand of zo. Die hoogingenieurs. Ja, die heb ik nog een factuur gestuurd. Met BTW erbij, want anders was het niet officieel. Maar ik was helemaal niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ja, wist ik veel. Zij vroegen om een document van nou, zoveel honderd, dat was guldens. Nou, dan moet 21, nee, was toen 16% of zo, BTW moet erop. Ik zei, nou, dat is goed. Dus nee, ik heb dat document gemaakt, ik had een Macintosh, ik had een MS Word. Nee, dat niet. Nee, wacht even, wat was dat nou? Want die Word voor Mac was best wel oké, hoor. Met een of andere tekstverwerkerprogrammaatjes, gewoon een factuur of een rekening had ik gezet. Ja, die heb ik opgestuurd in een envelop. Dichtlikken, zegel erop, up, in de bus. En even later, ja hoor, had ik alle poen binnen. Maar de belasting die inzet, ja, daar zijn ze niet achter gekomen. Nee. Oh, wat een sukkel was ik ze. Maar goed, dan terug naar die statistiek. Hè. Het schijnt zo te zijn. Daar weet ik dus niet 100% zeker. Hè. Het schijnt zo te zijn dat er worden mannen gediagnosticeerd voor prostaatkanker. Hè. En een deel daarvan weigert behandeling. Want er wordt gezegd, ja, oké, u heeft prostaatkanker. Dan gaan we u bestralen met kobalt 64. En dat doen we met een heel leuk apparaatje. En dan maken ze allemaal verschillende straatjes. En dan wordt precies de verscleroticering. Zoiets is het, denk ik. Een verstening. Hè? Dan gaan we die verstening in uw prostaat even vergruizen, moet je eigenlijk zeggen. Doen ze ook met nierstenen. Levensgevaarlijk. Maar dan gaan ze je prostaat. Het carcinoom of zo. De versclerotisering in je prostaat. Die gaan ze even. Nou, dan wordt er gekeken, dus achteraf. Dus gewoon statistiek. Hè? Van zoveel mensen die. Ja, die horen dus van. Ja, je hebt prostaatkanker. En die kiezen voor de behandeling. En een ander deel kiest niet voor de behandeling. Nou, dan is de vraag. Want als je echt prostaatkanker hebt. Dat een maligne toestand is. Dan ga je daar aan dood. Het kan niet anders. Dat vreet om zich heen. Als het maligne is. Kwaadaardig betekent dat. Als jij een maligne kanker heb, ja, maakt niet uit waar die zit. En jouw overlevingskans neemt toe als we ja, die motherfucker even gaan bestralen. Ja, dan is wel je hele prostaat naar de kloten. En daar neem je akkoord mee. Nou, en wat blijkt nou? Dat de mensen die kiezen voor de prostaatkankerbehandeling, die hebben een veel grotere kans om te sterven dan degene die er niet voor kiezen. Wiskunde. En toch gaan mensen naar de dokter. Ik heb het zelf ook gedaan. Ik merkte dat mijn plasstraal, helemaal niet vies of zo. Hè. Vroeger was ik een verplasser. Hè. En nog steeds, ja, ik heb een hele grote blaas. Nu heb ik moeten leren om, als ik ga plassen, dat ik goed wijdbeens sta. Een beetje relaxed. Linkervoetje, rechtervoetje. En dan, ja, dan loopt het er best wel uit. Vroeger maakte dat niet uit, man.
Dat was net mannekepis. Dus ik naar de dokter toe. En dat was een antroposofische huisarts. Dus ik denk van, nou, dan kun je wel een risicootje wagen. En die klootzak, die gaat zeggen van, nou, je hebt waarschijnlijk, ja, misschien, ik weet het niet. Ja, dan doe even controle op. Want voor prostaatkanker hebben ze een test. Hè? En dat is niets meer dan dat er bloed wordt afgenomen. En dan wordt er een parameter bepaald. En dan heb je het wel of dan heb je het niet. Ja. En toen ging die huisarts van mij, die zei van, nou, als je er toch naartoe gaat, dan kan je net zo goed ook dit laten testen. En dat was een AIDS-test. Een test op de aanwezigheid van, hoe neem je dat ook weer? Want het humo, HIV, dat kan je aan zich niet aantonen. Maar je kan wel het spoor van de HIV, dat kan je aantonen. Dus als er een spoor is van HIV, dan heb je AIDS. Nee, daar word ik blij van. Tjonge. Dat was een teleurstelling. Ik had meer verwacht van mijn huisarts. Ik had verwacht dat hij had gezegd van, nou, dan moet je meer rukken. Zo. Ja, of iets anders. Gaat het wel lekker met de seks? Zoiets. Zo'n seksdokter. Ja. Of juist minder gaan rukken. Ja, weet ik veel. Of iets homeopathisch. Nou, volgens mij moet jij silicium C30 hebben. Ja, dan slik ik dat toch. Ja. Met het idee dat ik beter ga worden. Ja. Ja, moet ik jullie Aristoteles zijn? Dat zou eigenlijk wel een goed idee zijn. Ha. Dat is een goeie. Want ik weet van Aristoteles. Oom Ari noem ik die. Dat gaan we dan doen. Ik leer je van Aristoteles. Vertrouw die doktoren niet. Dat zei Aristoteles. Ja. Dat is een hele mooie van Aristoteles over gezondheid. Hè? Aristoteles, om het even te vertellen, dat was, die was jonger dan Plato. En Plato was jonger dan Socrates. Met Socrates is het begonnen. En Aristoteles, dat was de laatste. En die was dan anti-Plato. Zoiets. Plato had, look it me up, is niet zo interessant eigenlijk. Maar Aristoteles was een mooie over gezondheid. Hij zei van, er is een wil. Dat zou later ook nog gezegd worden door Arthur Schopenhauer. Aristoteles was geen dombo. Hij was de leraar van Alexander de Grote. Alexander de Grote was een Serviër, zegt mijn Servische of Joegoslavisch-Servische, half Italiaanse vriendin. Het zal wel zo zijn. Het zal wel een Serviër geweest zijn, maar dat doet er niet zoveel toe. Alexander de Grote was een beetje een a-hole, hoor. Als een crybaby. Als je de geschiedenis nakijkt, dan valt het eigenlijk wel mee. Met wat hij gepresteerd heeft. Alexander de Grote heeft een van zijn officieren onthoofd. Omdat die officier hem beledigde. Zei Alexander de Grote. Maar Aristoteles was zijn leraar. Niet de eerste, de beste. Ik vind zijn werk erg mooi, hoor. Ik heb niks gelezen wat mij niet aanstond.
En over gezondheid zei Aristoteles. Kijk, er is een wil. En als iemand ziek is, dan wil die ziek zijn. Daarom is die ziek. Je hebt koorts omdat je koorts wil hebben. En jij als genezer, jij moet die wil tot ziekte bij jouw patiënt opheffen. En je moet je patiënt leren om niet ziek te willen zijn. Dan genees je je patiënt. Laat dat geëchoed zijn in de Germaanse geneeskunde, die precies hetzelfde zegt. Dat je beroepen op je laten injecteren met chemicaliën, of dat je chemicaliën in je mond doet, of dat je chemicaliën in je kont doet, dat bestaat ook. Een zetpil heet dat. Een beetje olie eroverheen en dan floep, dan gaat hij naar binnen. En dan krijg je, als je dat doet, hè, een zetpil, die wordt opgenomen in het bloed. Omdat de endeldarm, daar stroomt bloed langs. Alleen dat bloed gaat niet langs de lever. Dat gaat direct overal in. Dus het gaat door je hart en ja, naar je hersenen, naar je benen. Ja. Het gaat niet eerst langs de lever. Hou die dingen in de gaten. Je hoeft van mij, hoeft jouw lichaam niet eeuwig te leven. Dat interesseert me helemaal niet. God ook niet, by the way. Wat ik belangrijk vind, en volgens mij vindt God dat ook belangrijk, is dat jij je lichaam kent. Je lichaam is een beperking voor je handelen. Je hebt maar zoveel vingers, zoveel tenen. Ja. En dan heb je dat gedoe met die chakra's. Wees je bewust van je chakra's, alsjeblieft. Osho heeft gezegd dat je als mens mag kiezen tussen 5 of 7 chakra's. Ja, hoeveel chakra's ervaar je? Zullen we even tellen? Als ik bij mij tel, ik begin met mijn eerste chakra en die zit onder mijn anus. En die voel ik als mijn anus ontspannen is. Als je dus eerst bonen gaat eten en dan krijg je zo'n opgeblazen maagstructuur of zo. En je gaat naar je onderste chakra toe, dan krijg je een scheet, jongen. En daar zit je onderste chakra. Je tweede chakra, die zit voor je schaambeen. En het maakt niet uit of je een mannetje of een vrouwtje bent. Daar zit die. Die kan je voelen. Mijn volgende chakra, dat zit bij mijn borstkast. En dan kan je zo voelen, er zit zo'n kuiltje. Dat heet de plexus solaris. Als je me daar een dreun op geeft, dan val ik tegen de vloer. Dan ga ik in één keer bewusteloos. Als je als karate man zo even met je vingers op mijn plexus solaris gaat, dan ga ik omlaag. Volgende chakra is mijn hartchakra.
En die verplaatst de hele tijd van plek. Ja. Dat is mijn volgende chakra. En dan heb ik mijn keelchakra. Die heb ik. Ik vind het fijn om te praten. Het enige wat ik kan eigenlijk. Ik was laatst nog op het kerkplein hier. En er waren van die jongens. Hele aardige kerels. Die waren straatstenen aan het leggen. En de gemeente had weer een vergipsing gemaakt. Stelletje idioten. Maar ja, iedereen wil geregeerd worden door idioten. En dat zijn vooral die idioten die willen geregeerd worden door idioten. Dus, dit was wel een lange grap, vind je niet? En die jokers. Die characters. Dus, zou Alan Watts zeggen. Die jokers. Die waren van die stenen aan het klop tegen elkaar. En ik zei tegen een van die jokers, nee man, goed werk. En die man die zei tegen mij, je bent de eerste die het zegt. En waarschijnlijk heb ik toen gedacht, wat fijn dat hij ja zegt tegen mij. En niet dat half Franse, Belgische gelul met u. Dat is ook zo'n dingetje. Ja, we zijn toch lekker aan het kletsen. We gaan lekker slapen allemaal. Maar hier in Nederland zeggen we u tegen de grootouders. Jo, als je wil. Ja, maar ja. Of bij de voornaam. Ja, het allerbeste is om. Nee, ik zou zeggen. Ja. Kijk, de Vlaams is zo met u. En u. Dat. Waarom? Schaf het af, zeg je in Nederland hoor. Iedereen je en jij. Zo. Dus, mijn dochter heeft laatst tegen mij gezegd: ik wil geen contact meer met jij. Zo. Of met u. Ja, maar maakt mij het uit? Gewoon je en jij tegen mij. Ik ben je opa niet. Het is een mooie boel. Wij de morele, daar praat ik toch tegen. Het is alleen maar aanmoedigend. Je trekt je nergens wat van aan. Vanavond is dat het carnaval aangaan. Ja, precies. Carnaval. Er is niks aan de hand. Het hele probleem is onder ons dat wij denken dat er wat aan de hand moet zijn. En dan gaan we kijken naar de oorlog in Irak. En denken we, ja, yeah, er is wat aan de hand. Nee, er is helemaal niks aan de hand. Ja, maar mijn buurman die heeft een baan bij de gezondheidsverzorgingsmaatschappij. En die moet helemaal naar Zoetermeer en dan weer terug. En dat veroorzaakt heel veel file op de A12. Ja, zo zeg ik, er is niks aan de hand. Waarom zou je een zorgverzekering afsluiten? Dat hele. En nu ga ik even een vies woord gebruiken. Doe even je oortjes dicht. Maar dat hele. Oké, ik kan het niet uit mijn bek krijgen. Dat hele. Die hele klote regeling. Die heeft mij 80.000 euro gekost. Nee, maar halleluja, prijs de Heer. Ik noem dat diefstal. Ik heb helemaal nergens last van. Ik betaal me blauw aan de accijns. En ik heb helemaal geen longkanker. Ik heb helemaal geen kanker. Ik zeur een beetje op internet, maar daar kan je toch geen kanker noemen? Hallo zeg. Nee, dan maken we het echt te gek hoor. Ik heb nergens last van. Het is een beetje warm hier momenteel in Nederland. Dat wel. En mijn dochter wil me niet meer zien. Waarom ik ook niet weet. Waarom? Ja. Nou, dat zijn van die dingen en die gebeuren dan zo. Vind ik dat erg? Nee, eigenlijk niet. Waarom?
Mijn dochter is mijn dochter niet. Ik ben een christen. Mijn dochter is een kind van God. Dus ik kan alleen maar naar God kijken. Nee, trouwens, ik kijk niet naar God, want daar hou ik niet van. Denken we, ja. Het zal wel goed komen. Het is mijn kind niet. Ik heb haar leren lezen. Ik heb haar leren rekenen. Ik heb haar leren schaatsen. Ik heb haar leren. Wat. Ze heeft uiteindelijk nog op de surfplank gestaan. Ook. Ja, niet dat ik het haar voor heb gedaan met surfen. Nee, ik heb gezorgd voor de omstandigheden. Want ik ben daddy. Daddy good. Zo heb ik een kind van God in deze wereld gezet. Ik heb precies gedaan wat God mij heeft gevraagd. En als ik dat niet heb gedaan, dan is God een klootzak dat hij mij niet de juiste geschriften had gestuurd. Je kan een eigenaar van een apparaat niet verwijten dat hij kortsluiting heeft gemaakt omdat bepaalde pagina's uit de handleiding ontbraken. Snap je die logica? Het is een mooie boel hoor, de wereld. Het is echt verschrikkelijk mooi. Vooral hier in Nederland. In Frankrijk vind ik als land iets saaier. Het is zo gelijkmatig. En lage wolken. Hier in Nederland heb je van die hoge wolken, maar die... Ja, die wolkenformaties en ja, die wisselingen en zo. In het zuiden van Frankrijk, kijk, daar hebben ze geen koninklijk Nederlands of koninklijk Frans meteorologisch instituut nodig. Nee, want het is daar elke dag hetzelfde weer. En af en toe heb je dan die, ja, van die buien. En dan is het weer hetzelfde weer. In Nederland is het mooi wisselend. Is je dat opgevallen? En hoge wolken. Dat is... Theo... Nee, dat zeg ik fout. Hans Theben. Die bedoel ik. Geniaal is die man. Heel, ja, heel, meer kan ik niet zeggen. En hij heeft gezegd van ja, wij Nederlanders hebben vanwege de, ja, de, dat het laag land is, hebben wij hele grote pikken. Dat hoort erbij. Kunnen wij het hoofd boven water houden? En daarvoor hebben wij van die hele grote pikken nodig om zelf heel groot te worden. Ja. Hij heeft die mop verteld in het Engels. Geniaal. Ik denk ook dat wij Nederlanders het zijn. Ik vind het geen wonder dat iemand als Adam Curry, dat is echt zijn naam. Dat is niet een doopnaam of zo, of whatever. Net als, ja, Leo Trotsky, maar die heet helemaal geen Leo Trotsky. Die heette Lev Brondheim. Of Bob Dylan. Bob Dylan heette helemaal niet Bob Dylan. Dat was Robert Zimmerman. Oh, dat is zo. Maar Adam Curry, die is geboren Adam Curry, volgens mij wel. Het zou mij zwaar teleurstellen als dat niet waar is. Nou, die kan Nederlands, zou ik net doen. En
nou heeft Adam Curry, die heeft een show en die heet Geen Agenda. Maar dan op zijn Engels. No Agenda. Ik weet het zo vinden. Doe het minimaal een keer. Heel veel Nederlandse mensen luisteren daarnaar. En die show is in het Engels. Maar soms moet er Nederlands worden voorgelezen, omdat er Nederlandse mensen zijn die geld doneren. En die namen moeten voorgelezen worden. Gerda van Waalwijk. Wel de naam correct zeggen. En dat doet Adam Curry dan. Supergoed, man. En ik ben er zo trots op dat ik 4 jaar lang in Amstelveen woonde, terwijl Adam Curry daar toen ook woonde. Alleen Adam Curry, die was net gearriveerd vanuit Amerika. Dus die kon toen geen Amstelveens. Maar daarna wel. Daarna zat ik op de radio te luisteren en dacht, god voor de kut, maar dit is grappig. 4 jaar lang met hem in 1 stad verbleven. Niet gezien, hij is trouwens 4 jaar jonger dan ik. En ik speelde met vriendjes van een jaar ouder of een jaar jonger en dat was het. Liefste met vriendjes van mijn eigen leeftijd. Als ik hem ooit gezien zou hebben, zou ik hem straal voorbij gelopen zijn. Maar hij kan Nederlands. Zouden jullie ook moeten doen. En het mooie is met zijn show, met No Agenda, dat hij doet aan taalpuriteit. Dus het woord essentially, of essential, of basically, niet. Let maar op. Hij heeft allemaal van die jingles klaar en hij doet dat dan samen met die partner van hem. En zijn naam is me even ontschoten. Dat is een beroemde man, een goede schrijver. Als er maar iemand een overtreding maakt en gelijk bam op de knop. Leuk hoor. Dat is humor, dat is echt... Sorry dat ik echt zei. Dat mag van Adam Curry niet. Alleen maar echt wil zeggen. Ja, wat zeg je als je echt zegt? Het woord maar, dat vind ik wel leuk af en toe. Dat is een soort zout in de pap. Even je ergernis duidelijk maken. Zo'n leuke, ik was op een verjaardag van mijn opa. In het huis waar ik geboren ben. Al die mannen, die zaten te paffen. Sigaren. Had je 2 soorten sigaretten. Namelijk sigaretten zonder filter en sigaretten met filter. En die stonden in glazen op tafel. Ja, wat kost tabak? Dat kost helemaal niks, man. In die tijd dan. Hè? En mijn opa, die wilde, ja, die was jarig. En dan drinkt hij 1 jenever. Echt zo van 1. Want het is mijn verjaardag en ik moet meevieren. Nou, en zijn broers, kom op. Die gingen toch met het openbaar vervoer naar huis. En in die dagen kostte dat helemaal niks. Dat je bus. Dat is 191 of zo. En dan zat je zo in Arnhem. In Amsterdam Centrum. Sorry voor de verspreking. En mijn opa. Die ging vertellen dat hij een karper gevangen had. En dat dat haakje helemaal achterin de karper zat. Hij had zo'n heel mooi kromtangetje, is dat? Een plier op zijn Engels. Een kromtangetje, een hele lange.
En dan had hij dat kromtangetje in de bek van die karper gestoken. Helemaal achterin. En dan dat haakje zo keurig losgehaald. Geen bloed, geen niks. Netjes haakje eruit. En toen zei mijn oom Chris... Ja, want dan had jij je haakje terug. Dat is mooi Nederlandse. Iedereen lachen, man. Ja, dat is humor, toch? Ik kan er ook niks aan doen dat humor om te lachen is. Ik kan er ook wel humor, ingeblikte humor achteraan plakken of zo. Maar dat is dan niet nodig. Je moet zelf inzien dat het leven mooi, liefdevol, humoristisch, alcoholistisch, drukgebruikenistisch. Je kan ook wel de hele dag lopen janken over het feit dat mijn moeder meer dan 5 pillen per dag slikt. Nou, dat wil ze, ja. En wat kan ik eraan doen? Ik heb het geprobeerd, maar... Oh, helemaal. Nee, dat doe ik niet meer. En de man is er ook zo een. Een dag, een week niet naar het ziekenhuis geweest... of een afspraak gemaakt hebben voor over 3 weken. Dat is een dag niet geleefd. Het gaat zo slecht met mij. Ja, denk dan even terug aan Aristoteles, met wat Aristoteles zei. De wil is hetgene. En een ziekte ontstaat aan het ontbreken van een goede wil. Zoals jij de hele dag boos bent op Mark Rutte. En dat is dan niet zo'n probleem. Maar dat, ja, als je geen aandacht hebt voor je naaste. Dat je je naaste niet lief hebt. Dat is slecht voor je lichaam. Want wij mensen vormen bij uitstek eenheid. We hebben een Verenigde Naties, of niet? Ja. Dat is formele eenheid. Sinds de oprichting van de Verenigde Naties is het aantal oorlogen, militaire conflicten, toegenomen. De eenheid van ons mensen is. Het is het enige dat is. Dat is het gelijk van het christendom. Wij christenen, wij zijn anarchistisch. Wij vinden uiterlijkheden onbelangrijk. Wij christenen zijn de westerficatie, moet je dat zeggen? We zijn westerlijk. Westers, zeg maar, Westers, boeddhist. Boeddha bewandelde deze wereld 300 jaar voor Christus. En Boeddha is aan zijn einde gekomen en dat was niet zo'n drama.
wat ik geleerd heb over het einde van Boeddha, is dat hij zei van ja, ik ga weer even wandelen, net als Jezus. Ik ga weer even wandelen, want ik krijg te eten daar en daar. En toen werd er tegen Boeddha gezegd van ja, pas op, want die man die kan niet koken. En dat ging om een lotuswortel of zo. Ja, zei Boeddha, maar ik ga toch. Nou, dat heeft Boeddha zijn lichaam gekost. Dat was niet zo'n drama als met Christus Jezus. Want Christus Jezus heeft niet gevraagd om zijn kruisiging. Hij ging de confrontatie aan. Om ons te laten zien wat wij doen met een mens zoals Christus Jezus. Die laten wij kruisigen. En we komen nog kijken ook. Die uitzendingen zoals Game of Thrones en Hannibal the Cannibal. Die serie Pablo van Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Dat is het leven niet. Dat is de dood. En wij kijken ernaar. We laten onze kinderen ernaar kijken. Wij zijn daarmee gelijk de dood. Ik was door mijn moeder. Ik heb nog hoeveel minuten? 10 minuten of zo. Mijn moeder die heeft... En hij heeft een nieuwe man sinds een aantal jaar. Hij is een best aardige kerel. Hij is tot 2-3 keer toe in woede uitgebarsten naar mij toe. Maar ja, ik ben een olifant met een dikke huid. Ja. We moesten naar Texel. En ik zag daar tegenop. Ik weet niet wat het is, maar heel veel mensen willen zo graag bij elkaar zijn en dan samen dingen doen. En ik heb alleen maar als probleem dat als ik mensen wil verzamelen, dat ik me afvraag, wat willen die mensen doen? Ik kan wel zeggen, van jullie moeten allemaal zaterdag 27 september om 19:30 verzamelen. Wat ga ik dan... Ik mag niet zomaar mensen verplichten om ergens te komen. Hoor. Maar goed, naar Texel. Pokken en draaien. Leuke wandelingen gemaakt, dat wel. Het was niet echt verschrikkelijk. Ik had mijn Italiaans-Joegoslavische vriendin meegevraagd als bliksemafleider. Aan mijn kop geen gezeur, alsjeblieft. Ik kan er niet tegen. Ik word misselijk van oppervlakkigheid. Dan krimpt mijn maag tezamen. En ik ben toch al zo maaggevoelig. Oppervlakkigheid, daar kan ik niet tegen. Ga ouwe hoer in de ruimte. Ja, kap er mee. Ik stond er nog bij stil met mijn vriend Wim. Wim Kruidentuin. Als je ooit problemen hebt met whatever, vage klachten, stuur mij een e-mail, krijg je zijn e-mail. Dat is een homeopaat. Ik was met hem op vakantie en
Ik stond er bij stil dat er een vrouw was die toen had gezegd: allemaal instappen. En dan met een harde stem, hè? We stonden daar een half uur, nou 25 minuten, te wachten op de trein naar Helsinki. Of Helsingfors. Dat was de trein naar Helsingfors. Helsinki. Ja, die trein die komt eraan. Nou, dat geeft een herrie, jongen. Zo. Dus... En dan moet je kijken waar de deuren zijn. Van welke deur gaan we pakken. En dan pak je je tassen op. En dan loop je naar die deuren toe. En die vrouw die begint, terwijl wij bezig zijn om tassen te pakken, gaat die vrouw lopen brullen. Allemaal instappen. Nee, dat hadden wij nog niet begrepen. We staan een half uur op een perron. En dat was best lekker weer hoor. Dus dat vind ik geen probleem. We willen terug naar Nederland. Allemaal instappen. En hoe moet je dat zo iemand uitleggen? Ik denk dat dat niet kan. Tijdens de vakantie hebben mijn vriend Wim Kruidentuin en ik met elkaar overleg gehad. In de zin van, heb jij zin om een avondje te gaan koken? Ja, dat moet je vooral aan mij vragen. Ja, natuurlijk, vind ik leuk. Ja, Wim dan naar die vrouw toe, die het riep toen de vakantie voorbij was, van allemaal instappen. En dan vroeg hij aan die vrouw van, mogen wij binnenkort een avondje koken? En zij zei met een bedachtzame stem: nee, liever niet. Ja. Nee, op zijn Hamburgs, die stad die helemaal kapot gebombardeerd is door de katholieken. Op zijn Hamburgs zeg ik: tjus en dag lieverds.